zelf geen pupparken, maar het laat aan ons samen doen. 2020 was misschien geen makkelijk jaar, maar gelukkig wel een warm en genereus jaar. Zo hielpen mensen met een beperking alle thuiszitters door de moeilijke lockdown. Met verzoeknummers. Kom maar in één. Met sportieve tips. Met raamschilderijen. Met dans. En met de fameuze moppetrommel. Weet je waarom de Beatles niet kunnen naar kleuren wiezen? Ik weet het niet, Nico. Toen we weer uit ons kot mochten, gingen we dankzij circuitsortie samen naar het favoriete plekje dat we het meest gemist hadden. Naar de Kleine Neten, naar Plankendaal, naar de Kalmthoutse Heide en naar het sportcentrum. Kortom, we hebben een pak nieuwe vrienden gemaakt. Ons goed voornemen voor volgend jaar? Niks speciaals. Gewoon genereus zijn. En onze vriendenkring nog groter maken, zodat straks iedereen erbij hoort. Zeker in deze moeilijke tijden. Als ik omkantel, dan gaan jij wel mee, hè? Ja, ja. Samen uit, samen thuis, hè? Toon je warm hart en steun daarom de genereuze. Je krijgt er immers veel van terug.